Hallo Tessa, Benjamin. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Wie is dat? Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag om 7 uur bij mij terug in de klas. Kijk, de L van hier, de I, jammer. Goed, we gaan beginnen met de les. Oh, iedereen zit allemaal lekker braaf naar mij te kijken. Bilal, wie mis ik? Ik mis niemand. Je mist niemand. Siem. En kijk eens naast je dan. Siem. Dit is toch jou? Is een snitch? Ja. Ik dacht dat ik jouw beste vriend... Maar Siem, waar is Siem? Ik heb hem net in de pauze nog gezien. Siem, dat rijmt. Sup, Siem. Ja. Zou ik hem ophalen? Jij gaat hem ophalen. Ik ga hem ophalen. En dan verdwijn je waarschijnlijk. Ja. In het grote niets. Ja, ja, ja. Ja. Op de wc? Want volgens mij heeft hij ook een presentatie. Ik ga nog even kijken, anders begin ik echt zonder Siem. Hij heeft nog één kans. Waar is hij dan? Siem! Ja. Ja. Ik zag Siem net nog lopen. Heel raar. Siem, ja, daar hebben we hem. Ja. Ja. Super Siem! Nee, dat is Siem, echt serieus. Hier kom je niet mee af. Wat is dit? Ja. Ik heb het al gedaan. Jij hebt het al gedaan. Maar je bent... Ja, de bus gewoon. Bus fout. Busfout? Een busfout. Zat je in een... Drink. Nee. Zat jij... Wat kan een fout zijn aan een bus? Wat kan een fout zijn aan een bus? Nou, ik weet niet, maar ik woon in een boerengat, hè. Dus er zijn buschauffeurs die soms denken, ja, gewoon even dies vandaag of zo. Ja, echt, ik snap er niks van. Ik heb jou net in de pauze nog gezien. Dus dit is echt een smoes. Dat is echt, dat klopt. Nou, dat helemaal. Is, dat klopt. Er is een jongen die heel erg op mij lijkt. Ah, ook van die grote, ja. Ja. Ik ben hier niet. Tevreden. En je bent ook niet. Wat zie je, wat is mijn gezicht? Een sip. Sip! Ja, was wel goed, hè? Precies, ik ben heel erg sip. Nou, ga zitten. Ja. Naast je grote vriend. Ja. Want ik hoorde net... Ja, even je jas ook uit. Waarom heb je je jas nog aan dan? Ja, nou, doe maar uit. Maar ik hoorde net van Bilal. Wat Bilal? Wat... Als je ook een nadenkt, dan weet u bij vorige week ergens dat hij me aan het snitchen was met die pen. Van, ik heb last van hem. Donderop, kid, ik heb last van jou. Ja, ik zie Siem enorm verbaasd kijken. Volgens mij hebben jullie oneenigheid. Of daarom kan ik jullie uit elkaar gaan halen? Of... Praat even uit, zo met z'n tweeën. 1, 2, 3. Dat is mijn vriendin niet, waarom moet ik uitpraten? Is het jouw vriendin? Dat is mijn vriendin niet, waarom moet ik vriendin niet. Ja, omdat ik, kijk, laat ik zo zeggen. Ik wil niet gezeikjes jullie hebben. Dus dan ga ik jullie alles aan elkaar zetten. Kijk maar even aan. Ja, kijk maar even aan. Ik wil geen gedoe tussen jullie, hè. Wat toch gedoe dus, moet je zo zijn? Ja, omdat je net voor de les zei van nou, zie ja, me dit en... ik laat snitjes in waarde, weet je. Die doe ik net op de niet. Maar je hebt hem voor mij nog in één keer aangekeken, of wel? Ik zeg toch, ik laat snitjes in waarde. Die keek niet eens aan. Ja, dus? Ik begrijp je dat niet, ik praat gewoon Nederlands, toch ABN. Ja, maar ik merk nog steeds een soort spanning hier. Siem blijkt van niks te weten. Is er spanning? Nee, ik weet wel van niet, nou ja. Ah, ze kijken elkaar aan. Ik heb geen spanning. Nee? Ik heb geen spanning. Oké. Hoe kan ik met zo iemand omgaan? Bilal, ga toch maar even wisselen met Jermaine. Ja. Nee, dat moet ik daar zijn. Ja, kom maar. Zit wel die vier, box. Ah, kijk. Oké, vrede gesloten daar. Drama. Mooi zo. Ja, heel fijn. Dat is mooi, hè? Nou, welkom allemaal. Vandaag een bijzondere les. Hallo. Hallo, wie staat hier voor u? Hoefnagels. Ja, heel goed, jongens. Goed, we gaan beginnen. En ik zou zeggen, iedereen geconcentreerd, focus. Iedereen is zo? 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 Ja? Zie je me ook? Iedereen zo? Tamara? Zo? Ja? Robin? En focus! Focus! Op het proefwerk van vandaag. Hebben we proefwerk? Ik zie een paar mensen verbazen. En focus. Ja, oké. Okay, perfect, jongens. We hebben vandaag proefwerk, hè? Dat weten we. Goed, ik ga het zo even uitdelen. Hebben jullie het allemaal goed geleerd? Ja, wat, hoe? Goed. Ja, ik ga het uitdelen. Zit jij in de klas ook naast je beste vriend of vriendin? Of zit je soms naast iemand dat je denkt van, wat moet ik daar nou mee? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee, Instagram, Facebook. En dan zeg ik gegroet, ga je allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi. Dat is zo erg.
dat hij aan ons vroeg om hem ziek te melden. Mijn moeder, die maakte mijn boekverslagen. Ik bedoel, hoe chill kun je het hebben? Ik zelf een handtekening. Hoor, alsjeblieft, klaar. Ik geloof er heilig in dat iedereen ooit gespijbeld heeft. Spijbel niet, ga naar school. Oh! Hey! Hupla! Ja, Nini. Ja, achteraf. Ja, ja.